Dames en heren. Enorm hartelijk welkom vandaag hier. Er werd net gespeeld Happy Birthday. Nou, het is echt een heel groot feest hier. En wij gaan hier vandaag een hele bijzondere ochtend meemaken. 29 koninklijke onderscheidingen zijn uitgereikt door Zijne Majesteit Koning. Eerst oud. Zijne Majesteit Koning. Zijn er 29 onderscheidingen uitgereikt aan mensen die in onze gemeente heel actief zijn. Ik geloof, als ik het goed, 1 inwoner van buiten onze gemeente, maar die is zo in onze gemeente actief, die hoort er hier helemaal bij. En waarom, hè? Ik heb echt weer genoten van de binnenkomst. Mensen die van niks wisten, die dachten dat ze hier de waterleiding moesten kunnen komen te controleren voor het bedrijf. Dus die heeft nog een ernstig gesprek met zijn baas vanmiddag. Of die dacht dat een contract getekend moest worden met een wethouder, een bouwcontract. Allerlei redenen, heel divers, waarom mensen hierheen zijn gehaald. En het zegt ook wel iets natuurlijk over de mate waarin hier mensen in deze gemeente, waarin u in onze gemeente, allemaal actief bent. Vrijwilligerswerk doet vanuit hele verschillende motieven, voor heel verschillende dingen. U bent hier actief omdat u allemaal iets wil betekenen voor de samenleving in Roldevenen. Omdat u denkt, als ik iets bijdraag daaraan, dan maken we het met elkaar plezieriger, prettiger om met elkaar hier te wonen. En dat doet u met heel veel mensen en u vindt het eigenlijk vanzelfsprekend. Het levert u zelf ook wat op, het levert u verrijking op, u doet wat voor andere mensen. U vindt het zo vanzelfsprekend dat de meeste mensen hier vanochtend die binnenkwamen en dachten, ja, ik hoor dat helemaal niet te krijgen. Maar uit uw omgeving zijn er mensen die zeggen, en dat vinden wij ook en dat vindt de koning ook, en die vindt, kan best wel eens een keer, er mogen wel eens mensen uitgepakt worden uit al die honderden vrijwilligers die we hebben. Die mogen wel eens een keer in het zonnetje worden gezet. Want het lijkt allemaal vanzelfsprekend, maar met elkaar mogen we best wel stilstaan dat het natuurlijk niet echt vanzelfsprekend is altijd. Dat we elke keer dat we doen. We hebben vorig jaar, want wij maken in het loop van het jaar nogal eens mee dat mensen vragen, ik zou iemand willen aanmelden, kan dat? Kan ik een aanvraag indienen via de gemeente voor een koninklijke onderscheiding? En dan moest het eigenlijk heel vaak zeggen, je bent je eigenlijk te laat mee, want het heeft een hele lange procedure. Nou hebben we vorig jaar gedacht, laten we dat nou eens goed bekendmaken, dat we daar flinke tijd voor moeten nemen. Dat hebben we in de gemeenteadvertentie gezet, ik heb in mijn vragenbrief gezet, we hebben het her en der gedaan. Dat heeft ertoe geleid dat heel veel mensen dachten, goed idee, ik ga dat doen. En omdat er heel veel vrijwilligers hebben in deze gemeente, en omdat er ook heel veel mensen dachten, dan ga ik het doen, zijn we nu met zoveel mensen. We zijn eigenlijk wel met, ja, misschien wel 3 keer zoveel dan gebruikelijk al de jaren. En daarom zitten we hier nu, in de Meijerts. Prachtige ruimte om het hier met elkaar te doen in deze grote zaal. En het betekent wel dat ik door de tekst misschien wat sneller heen moet. Want anders, ik geloof ook dat ik van volgens de Koningshuis om 12 uur klaar moet zijn. Meneer Lakenveld. U bent al meer dan 40 jaar onafgebroken vrijwilliger bij de afdeling veldvoetbal van de sportvereniging Arnhem. Gedurende deze periode heeft u volgende activiteiten voor de club verricht. Aanspreekpunt voor de KNVB. En dan denk je aanspreek voor de KNVB, maar ja, dat is ook een bureaucratie geworden. Alle correspondentie van de KNVB. Wedstrijdwijzigingen, uitslagen, scheidsrechters, competitie in de teams, alles loopt via u. U regelt de wekelijkse indeling van de kleedkamers in het velden. U bent wedstrijdsecretaris bij de jongeren. Dat betreft de organisatie voor de wedstrijden voor alle juniorenteams. Iedere zaterdag, secretariaat en de bestuurskamer voor mannen. 11 leiders ontvangen, scheidsrechters, uitgifte en ontvangst van de sleutels. Het verwerken van alle uitslagen en de wedstrijdformulieren. En als je dat allemaal doet, dan begrijpt iedereen dat u de vraagbaak bent waar eigenlijk de hele week een boek voor staat. Dat is nog maar een kleine greep uit uw activiteiten. Uw relatie met Argon, ja, ik weet niet hoe ik daarvan moet denken, maar dat is door de mensen omschreven als een lang huwelijk zonder onderbreking en zonder maagdenjaren. Ja, ik gun iedereen in deze zaal zo'n relatie met Argon. Maar als iemand bij Argon vraagt waar is Henny,
Dit schrijft maar één antwoord. In de bestuurskamer al dus. En het verwerken van de uitslagen is bekendgegeven bij de Argonauten. Zo werkt een keer een app niet. Dat ben je natuurlijk met de tijd meegegaan, maar dat werkt dan weer niet. En die uitslagen van de voetbalwedstrijd moet weergeven. En dan zijn al die mannen met die moderne apps in de stress. Maar gelukkig bent u dan en brengt alle rust terug. En zorgt dat u betrouwbaar bent en al die apps bij elkaar. Nou. En al deze taken heeft u tot volle tevredenheid verricht. Met veel plezier en ook met veel uitstraling. En dat doet u al die jaren bij Argon. U bent voor de club dan ook enorm belangrijk. En men hoopt dan ook dat u dat nog een hele lange tijd kan volhouden. Meneer Lakenveld heeft zijn majesteit koning behaagd ook u te benoemen tot lid in de orde van de Nassau.